Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga nu opnemen voor een boekenvideo. Dus ik heb me alvast klaargemaakt. En ik ga vertellen wat ik van elk boek vond die ik dit jaar heb gelezen. Dus wat ik nu ga doen is, ik ga de boeken allemaal uitzoeken die ik dus heb gelezen. Die ga ik pakken en klaarzetten. En ik denk dat ik gewoon hier ga zitten. Maar ik moet heel even kijken wat leuk is. Dus ik ga nu even die boeken uitzoeken. En vanavond heb ik nog wel een planning, maar voor de rest van de dag dus niet. Dus ik moet even kijken wat ik ga doen. Ik kan het een beetje zelf indelen, dus dat is wel lekker. Ik neem jullie de komende dagen mee in deze vlog. Ik ga nu opnemen voor die video. Wij gaan naar Den Haag shoppen. Christmas shopping. Wij nemen jullie natuurlijk mee vandaag, als het lukt. Als het weer lukt met filmen, want we zijn wel echt van plan om echt goed te gaan shoppen. Dat is lastig om te filmen. Ik zal mijn best doen. Deze vlog is een beetje in de soep gelopen, want ik heb niet heel veel gefilmd deze maand, omdat ik het heel druk heb gehad. Dus het is allemaal een beetje random in deze maand. Deze avond gingen wij onze koffiecorner in elkaar zetten. En ik dacht, het is misschien nog wel leuk om dit te laten zien. Ik had eigenlijk gewoon gepraat op camera, maar dat zou heel random zijn geweest. Dus ik dacht, ik doe gewoon even een voice-over. We hebben een heel leuk kastje of ja, trolley, keukentrolley gekocht bij de IKEA. Want we hadden geen ruimte op ons aanrecht. Dus dit leek ons dan ook een leuk idee om er dan gewoon gelijk een soort koffiecorner van te maken. Hij past perfect.
Dus dat was top. We hadden ook nog een mini-unboxing gedaan. Hadden we ook opgenomen. Maar ik heb ook even de audio uitgedaan. Dit is een Knockbox. En ik was heel excited voor dit pakket. Dit is een koffiemaler. En dat hadden we in eerste instantie niet gedaan. Want we dachten het is niet nodig. Maar uiteindelijk is het toch wel heel erg leuk om het complete plaatje te hebben. Wij zijn er echt mega blij mee. En dit is ook gelijk het resultaat van onze koffiecorner. Het is vandaag woensdag 3 januari en ik heb echt al super lang niet meer gevlogd. Ik heb geen idee meer wat ik heb opgenomen ook, want ja, het zijn gewoon allemaal random stukjes uit de laatste weken geweest. Ik ben een beetje verkouden, dus als je denkt, wat is er met haar stem? Dat is er aan de hand. Maar ik dacht, ik kan of alle dingen die ik heb gefilmd gewoon weggooien en niet meer laten zien. Want het is echt een bij elkaar geraapt zooitje geworden. Of ik kijk gewoon wat ik met de editing kan doen. En ik ga nu gewoon verder met de vlog. Dus dat ga ik denk ik doen. Maar ik heb dus geen idee meer wat ik heb gefilmd. Dus dat moet ik echt zien met editen. De afgelopen maand was gewoon heel druk. En ik vond het heel moeilijk om te filmen. Dus ik heb wel wat boekenvideo's geplaatst. Dat wel, maar qua vloggen kwam het er gewoon niet helemaal van. Dus ik ga nu in januari gewoon weer beginnen met de vlogs en de boekenvideo's. En ik heb er helemaal weer zin in. Ik heb weer nieuwe energie. En ik heb met Ewout afgelopen week, of nou ja, een paar dagen geleden, hebben we een dagje ingepland om alles even goed schoon te maken. En alles even grondig, ja, op te ruimen en schoon te maken in huis. Dus dat is super fijn ook. Ik heb alleen niet alles gedaan. Bijvoorbeeld mijn make-up kwasten heb ik nog niet gedaan. En überhaupt mijn make-up een beetje uitgezocht. En ook met opruimen best wel veel dingen apart gehouden om op Vinted te zetten. Dus dat ga ik ook nog doen vandaag. Dus ik ga dat zo even allemaal doen. Voor de rest ga ik vandaag ook nog filmen voor de ultieme boekvideo. En voor de ultieme boekvideo ga ik dan ook lezen en daarvoor filmen vooral. Dus dat is een beetje hoe de dag gaat zijn. En morgen en overmorgen moet ik weer werken. Dus dan zal ik weer niks filmen. En dan in het weekend zal ik nog wel even wat filmen. En dan ga ik het editen en dan even kijken of ik genoeg beeldmateriaal heb. Want het is echt heel erg. Maar ik weet gewoon echt niet meer wat ik heb gefilmd. Dus ik ga nu beginnen met mijn make-up uitzoeken en schoonmaken. En zorgen dat dat weer helemaal netjes is. Lekker yoga gedaan. Het was heerlijk. Ik doe normaal nooit yoga eigenlijk, maar ik had er gewoon een keertje zin in. Het was eigenlijk wel heel lekker en voor herhaling vatbaar. Ik ga bananenbrood maken met kaneel. Ik ben benieuwd. Normaal maak ik hem gewoon zelf helemaal, maar ik had deze nog liggen, dus deze ga ik een keer uitproberen. Maar in dit huis heb ik nog nooit bananenbrood gemaakt, dus ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken met deze oven. We gaan het zien. Memoria, memoria, recuerdos, memoria.
een heerlijke, rustige ochtend slash begin van de middag gehad. Ik ben ook laat mijn bed uitgegaan. Maar ik ben net ziek geweest. Ik moet even een beetje weer opknappen. Ik heb net de eerste opdracht gedaan uit de Shadow Work Journal for Self-Love. En het was eigenlijk best wel confronterend. Het is een spiegelopdracht. Dus dat je in de spiegel moet kijken naar jezelf voor een paar minuten en dingen tegen jezelf moet zeggen en zo. Ik merkte echt dat ik me er een beetje ongemakkelijk bij ging voelen of zo. Maar het is best wel interessant om dan bepaalde dingen te voelen en achter te komen wat je er dan bij voelt. Er zitten nog veel meer opdrachten in het boekje. Dus dat ga ik de komende week, twee weken doen. En aan het einde zitten eigenlijk heel veel vragen die je moet beantwoorden. Dat is denk ik voor mij makkelijker dan die opdrachten. Ik vind die opdrachten wel een beetje onwennig. Maar dat is natuurlijk juist de bedoeling van dit boek. Om juist een beetje uit je comfortzone te gaan. Zodat je bij bepaalde dingen komt. Dus de komende twee weken ga ik hier gewoon lekker rustig mee verder. Ik heb ook mijn andere journal ingevuld. En ik ga nu opnemen voor een andere video, voor een boekenvideo. En vanmiddag moet ik nog eventjes wat ophalen, dus dan ga ik gelijk weer even wandelen. En voor de rest is het een rustige dag. En vanavond ga ik even kijken, want Ewout is er niet, dus ik moet mezelf vermaken. Maar ik vind het wel lekker om een avondje even lekker voor mezelf te hebben. Ik ga ook nog even kijken of mijn bananenbrood is gelukt, ik hoop het. En ik ga me nu klaarmaken. Een pakketje ophalen en ik had elke keer geen idee wat het was. Ik was al eerder naar het pakketpunt gegaan en het pakketje lag er niet. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, nu zal het wel weer niet liggen. Ik heb niks besteld, dus het zal wel niks zijn. Maar toch wel. En toen ik zo'n groot pakket zag, toen dacht ik, nu weet ik wat het is. Dit is namelijk een pakketje van Temu en ik zie het nu echt overal op TikTok voorbij komen. Echt bizar. Maar ze hadden mij dus een tijdje geleden ook benaderd. En ik was niet bekend met de website. Ik heb dus wat leuke spulletjes uit mogen zoeken. En ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit van de producten. Ik heb ook best wel wat kleding volgens mij. Alhoewel ik heb dit dus al best wel lang geleden met hun besproken. Dus ik weet niet meer precies wat er nou allemaal in het pakket zit. We gaan het zien. Ik ga er trouwens helemaal van uit dat het van Temu is. Maar misschien is dat niet zo. Ja, het moet wel. Ik zou echt niet weten wat het anders zou moeten zijn. Jeetje. Het logo van Temu kan je al zien. Dus het is inderdaad van Temu. Ik pak denk ik eerst de kleding en zo uit. Die ga ik straks ook nog even aandoen. Om te kijken of het past natuurlijk. En dan aan het eind doe ik de andere spulletjes. Beginnen met deze. Geen idee. Het is ook wel weer leuk dat ik het niet meer weet. Het zit serieus echt wel netjes verpakt. Dat had ik niet verwacht. Nou, dit ziet er echt wel goed uit. Dit is leuk. En lekker vol. Kijk, hij is zo aan de onderkant. Deze sjaal is oprecht van goede kwaliteit. Ik weet even niet meer hoe duur deze sjaal was. Ik zal even in beeld laten verschijnen hoe duur elk product is. En in de beschrijving zal ik alle linkjes zetten. Dus dan kan je makkelijk er naartoe als je het leuk vindt. Maar deze hebben ze dus ook in andere kleurtjes. Ik vind deze heel leuk. Oh ja, ik weet alweer wat het is. Ik ben heel benieuwd of ik dit leuk ga vinden. Want op de site, ik twijfelde of ik het leuk ging vinden. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon een keertje uit. Even iets geks. Het is wel gewoon zoals op de site, maar hij lijkt heel klein. Volgens mij had ik deze ook in een S besteld, maar meer omdat ik dacht dat hij anders veel te oversized zou zijn. Maar goed, het kan ook altijd nog een pyjama trui worden natuurlijk. Maar dit is hem. Kijk. Ik dacht misschien is dit wel funky, maar ik weet het nog niet. Ik moet hem zo even aandoen om te kijken naar het model. Deze herinner ik me nog heel goed omdat ik de meeste verwachtingen heb van deze trui. Ik vond deze echt heel leuk eruit zien. Ik hoop dat het model leuk is. Op de site leek het namelijk helemaal leuk. Maar kijk, het is een beetje het patroontje die er doorheen loopt. En het is ook wel echt een schattige kleur. Ik weet niet of het op beeld ook zo overkomt. Een beetje een groenige olijfkleur. Het ligt echt aan het model. Oh ja, dit is een Spencer. Ik heb alleen maar een hele kleurrijke Spencer op dit moment. En ik was nog aan het zoeken naar grijs, hè. En toen zag ik dus deze. Oh, dit ziet er echt leuk uit. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik dacht dus, het is echt helemaal leuk met een witte top eronder. Ik ben heel benieuwd weer hoe die staat. Wat ik trouwens oprecht fijn vind aan de site is dat er beoordelingen bij staan. Dus daar kan je dan lezen wat anderen van de kwaliteit vinden of wat ze vinden van de pasvorm. Of dat die wat groter valt of kleiner valt. En dat vind ik altijd heel fijn. Dat vind ik ook gewoon fijn als ik bijvoorbeeld bij de H&M ga shoppen. Dat je dan kan zien wat anderen ervan vinden. Dat heeft Temu dus ook. Dit is echt een ander stofje dan ik dacht dat het ging zijn. Maar het ziet er wel mooi uit. Zo'n basic zwarte top met van die knoopjes hier. En dat vind ik dus heel leuk als basic. Ik wil gewoon even wat meer goede basics in mijn kast hebben die ik gewoon heel lang kan dragen. En bij heel veel dingen kan combineren. Want dat mis ik nu heel erg. Dus vandaar die top. En ik heb ook als goed is een grijze basic top. Dit is gewoon een hele basic
strakke grijze top. Ik ben heel benieuwd of die zo staat bij mij als bij het model. Dat is vaak helaas niet zo. Dit was volgens mij alle kleding. Die ga ik zo dus even allemaal aandoen en aan jullie laten zien. Dan heb ik nog leuke oorbelletjes. Ik vond deze er heel leuk uitzien op de website. Ik dacht, ik heb best wel vaak gewoon wat kleinere ringetjes in. En deze zijn dus ja, wat groter. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Hoe kan ik dit goed laten zien aan jullie? Zo. Dit zijn ze. Als ik alle kleding ga passen, ga ik deze ook gelijk even in doen. Ook even zien hoe ze staan. Dit was ik ook alweer vergeten. Maar dit zijn van die clipjes die je in kan doen als je je haar dan even aan de kant wil doen. Als je je make-up aan het doen bent. Ik had al heel de tijd in mijn hoofd dat ik dit moest hebben. En ik kocht het elke keer niet. En toen zag ik het dus op die site. En toen dacht ik, dit wil ik. Dit is handig. Ik heb ze gewoon in het zwart, maar je hebt ze ook in allerlei andere kleurtjes. Oh ja, ik heb dus stickertjes besteld. En als het goed is, zitten hier boekenstickertjes in. Ik dacht, dit is leuk voor mijn journal. Ze hebben sowieso echt super veel leuke stickertjes. Maar ik wilde gewoon een beetje van alles wat bestellen. Maar ze hebben nog veel meer. Dit is toch heel leuk. Ik wil misschien vanavond gaan journalen. Dus dat komt goed uit. Kan ik ze gelijk gebruiken? Dit is ook leuk. One more chapter. Er zitten gewoon zoveel verschillende leuke stickertjes in. Dit is te leuk. Ik zit dus te twijfelen om deze serie te gaan verkopen. Maar dit is wel heel cute. Misschien ga ik hem verkopen op Vinted. En dan kan ik dit leuke stickertje erbij doen. Dat is leuk. Het is echt zo'n site waar je echt van alles en nog wat hebt. Eigenlijk heb je bijna alles wel. Als je iets breekbaars bestelt, het is heel goed verpakt. Oh ja. Ik hoopte dat het leuk ging zijn in het echt. En het is waanzinnig leuk. Als je mij kent, dan weet je dat ik dol ben op leuke mokken. En dit is toch waanzinnig leuk. Ik durfde gewoon niet meer te bestellen, omdat ik bang was dat het niet mooi was. En dat ik dan allemaal van die mokjes had gekocht en dat het niet leuk was. Maar ik moet hier meer van hebben. Ze hebben nog meer hele leuke. Ik dacht, ik doe een beetje funky met kersen en bloemen. Ik hou gewoon van verschillende mokken in mijn kast. Ik heb alleen maar verschillende mokken en het is heel moeilijk om leuke originele te vinden, vind ik. Ik heb sowieso glazen besteld. Misschien dat dat dit is. Dat denk ik wel. Ik had dus deze kleine glaasjes besteld. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb er 4. En ze zijn zo mooi. Ze zijn ook echt mooi afgewerkt. Ik heb er dus 4. Wacht, ik ga even kijken of ze allemaal heel zijn. Maar je hebt ze dus ook in het lang. Maar ik wilde gewoon even kijken of deze kwaliteit goed is. Maar in het lang is het ook heel erg leuk om een ijskoffie of zo in te maken. Ik heb er dus 4 van die superleuke glaasjes. Ik zal zo hiervan ook nog even sfeersokjes maken. Want ik kan begrijpen als jullie het niet zo goed kunnen zien. Ik heb nog 1 doosje en ik zit te denken wat het is. Ik heb geen idee meer. Straks als ik trouwens die kleding aandoe en dat allemaal gaat passen, dan ga ik gewoon eerlijk mijn mening geven of de kwaliteit goed is. Want stel dat je het leuk vindt en je wilt het aanschaffen, dan wil ik natuurlijk wel dat je weet wat de kwaliteit is, wat je kan verwachten. Oh ja! Deze kleur, ze hadden deze ook in voor verschillende kleuren, maar ik vond deze dus heel cute. Oh, er hangt iets aan mijn arm. Oh, maar wat leuk! Loopt die streep nog een beetje door. En ik vind dus het oortje heel leuk. Kijk hoe leuk het eruit ziet. En daar zit dus nog wel bij. Een heel schattig plateautje. Dat zit er gewoon bij. Dus je koopt hem zeg maar. Hij staat ook zo op de foto. En ze hebben hem ook in olijfgroen. En volgens mij 4 kleuren blauw. Ik weet het niet meer. En hier kan je ook gewoon je sieraden opleggen ofzo. Dat is ook leuk. Of je kan er een leuke kaars op doen. Dat is ook leuk. Nou, je kan er alle kanten mee op. Je kan het ook natuurlijk gewoon zo doen. Bij de thee of zo. Ik had echt niet verwacht dat alles er zo goed uit ging zien. Ik ga nu eerst de kleding passen. Zo'n bende. Wacht, ik ga het even laten zien aan jullie. Dit kan niet. Kijk nou. Ik ga dit nu even aandoen en filmen voor jullie. Nummer 1. Ik denk dat ik hem leuker had gevonden als ik hem een maatje groter had besteld. Maar dat is mijn eigen schuld. De rest is het patroontje wel leuk. De kleur vind ik mooi. En hij valt dus zeg maar zo als ik hem niet in mijn broek doe. Dat is denk ik wel ook wat leuker. Dan is hij iets meer... Ik hou heel erg van oversized. Ik vind deze wel cute. Voor mooie had ik hem liever in een maatje groter gewild. Maar goed, dat is natuurlijk iets heel persoonlijks. Ik hoop dat jullie een beetje deze top
goed kunnen zien. Het is een hele basic top met dus knoopjes aan de bovenkant. En het is een beetje wennen om van mezelf te zien, omdat ik nooit echt strakke kleding aan heb. Maar daarom dacht ik dus juist van, misschien is nu het moment om even wat strakkere dingen aan te schaffen. Ik vind het dus wel echt een mooie top. Gewoon een goede basic. Het stofje is anders dan wat ik had gedacht. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Ik denk dat hij juist door die stof er dus kwalitatief beter uitziet dan als het echt een zacht stofje zou zijn. Er zitten dus van die ribbeltjes in. Dat vind ik dus ook wel een mooi detail. En dan hebben we de basic grijze top. Gewoon een mooie basic voor in de kast. De stof voelt fijn. Het is niet super dik, maar dat had ik ook wel verwacht van deze top. De kleur matcht natuurlijk totaal niet met mijn pantalon. Maar ik vind het wel gewoon een mooie basic. Ze hebben deze ook in het zwart, wit en nog meer kleuren volgens mij. Ja, ik zou er wel meer van willen hebben. Deze vind ik echt niet oversized genoeg. Hij zit trouwens super lekker, want aan de binnenkant is hij dus lekker zacht. De kwaliteit voelt echt heel goed. Ik vind hem te klein. Ik hou meer van een oversized sweater. Dat vind ik wel jammer. Maar voor de rest vind ik de trui er wel gewoon heel goed uitzien. Het is gewoon prima. Maar of het helemaal mijn stijl is, weet ik niet per se. Eventueel ook gewoon leuk als chill trui. Deze spencer is echt heel leuk. Hij valt ook helemaal zoals dat ik zou willen dat hij zou vallen. En ik heb de oorbellen er nog bij aangedaan. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik zal zo nog wel even een close-upje doen. Maar hoe leuk is dit? Ik hou hier dus echt heel erg van. Weer voelt de kwaliteit hiervan gewoon goed aan. Ik heb gewoon niks in mijn pakket waarvan ik denk, nou, wat een teleurstelling. En ik ga nog even deze sjaal omdoen. Hier ligt alle zooi van wat ik net heb aangedaan. Kijk nou hoe goed. Echt lekker warm. En gewoon leuk. Een goede basic. Ik had niet verwacht dat ik zo enthousiast ging zijn over al deze spullen. Ik ben best wel moeilijk met kleding. Ik vind heel snel niet iets bij mijn lichaam staan. En er zijn wel een paar items hierbij waarvan ik denk, ja, als die net anders was gevallen, iets groter was gevallen, dan vond ik hem leuker staan bij mij. De kwaliteit heeft me totaal niet teleurgesteld. Daar was ik echt heel bang voor met deze bestelling. Ook die mokken en die stickertjes, ik ben er helemaal blij mee. Ik heb echt veel te veel gepraat. Ik hoop niet dat jullie verveeld van mij zijn na deze vlog. Ik kijk even wat alle beeldmateriaal is wat ik heb van deze vlog, want ik heb echt geen idee. Misschien sluit ik dan dus nu de vlog af. Stel dat ik hierna ga beginnen met een nieuwe vlog, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Sorry dat deze vlog een beetje chaotisch was en random. Van de kerstperiode naar nu is. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer hopelijk in een nieuwe video. Doei!